Heb jij al plannen voor de zomervakantie? Het wordt aan jou gevraagd. Nee, ik vraag het aan jou. Nee, geen plannen. Geen plannen? Absolutely not. Ik heb net een camping uitgezocht in Oostenrijk. Elk jaar ga ik met mijn dochter en haar twee kleintjes een weekje weg. En dat gaan we ook dit jaar weer doen. Ik hoop een beetje motorrijden. Dus als het mooi weer wordt zoals afgelopen zomer, dan gaan we optimaal genieten in Nederland. Nou, we wachten eerst het weer hier af. Als het hier mooi weer is, dan blijven we hier en anders gaan we naar het buitenland. Is er dan al geboekt voor de zomervakantie? Nee, ik niet. Jij wel, hè? Ja, dat klopt. Waarom heb je nu al geboekt? Ja, ik zat nog meer in mijn zwangerschapsverlof, dus ik dacht, nou ja, dan ben ik maar vast klaar. Omdat ik zin had om alvast even met de zomer bezig te zijn, in plaats van met dat grijze rotweer hier en zo. De vorige keer waren we veel te laat, dus we hadden nu het voornemen om maar een beetje op tijd te gaan kijken. Ik heb nog niet geboekt, omdat mijn dochter nog niet weet wanneer ze vakantie heeft. Maar zodra dat bekend is, ga ik boeken. Houdt u met het boeken nog rekening met bepaalde dingen? In de eerste plaats ga je gewoon voor een beschikbare plek en dan kijk je of de prijs past, zeg maar. En dan boek je of dan boek je niet. En hou je dan rekening met de kortingen? Nee, dat niet. Nee. Nooit. Nee. Nee, dat interesseert me niks. Ik werk er hard voor, dus ik kijk en dan denk ik, ja, is goed en dan betaal ik. Dus daar hou ik helemaal geen rekening mee.